vierde kandidaat alweer, René Schuurman. Ja. Hey, vertel eens, hoe oud ben je? 17. 17 jaar. Hey, en wat wil je gaan doen? Wat doe je nu op dit ogenblik? Ik zit nog op school. Op school? Op de HAVO. En ik wil echt iets in de muziek gaan doen. In de muziek, ja. Je bent een talent. Ja, vind ik wel. Ja. Jij mag de jury niet beïnvloeden, maar doe het toch eventjes. Hey, maar wat ga je doen? Elvis Presley. Elvis, ja, ik vroeg het, maar ik zag het al een beetje. Echt een Elvis kopie aan, hè? Ja. Wat ga je doen van Elvis? Are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? No, no, I'm not. No. Oh. Nee, nee. Ja, potvet mee, dat mee, alles mee. Succes. Ja. Elvis Presley. Me tonight. Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again and tell me this? Are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate of me playing love with you as my sweetheart. I can think of America. Where I loved your first glance, whatever did it. Oh, you read your lines so cleverly, I never missed a cue. I don't know even what you did. Well, honey, come on, I'll talk to you. Here you lie, when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I really, really, really want to hear your lies. Living without you. Is your heart filled with pain? Should I come back again and tell me this? Are you lonesome tonight? Hey, you know I can't be found. Sit home all alone. If you didn't come around. At least you say the telephone. Yeah, how are you doing? Oh, baby, I'm something in the night I said. Believe me, forget the past. The future looks bright ahead. And I won't be cruel until our heart's true. Here we go again. I don't want to know. We'll be cruel until our hearts true. And we'll be cruel. Onbegrijpelijk ook dat kopje zo wat hij trekt zo. Oh. Hé? Jacques Dacona. Ja, ik geloof dat in heel veel huiskamers nu iets heel verschrikkelijk moois gebeurd is.
Ik denk dat het land stuk is, dat er fanclubs gaan ontstaan, dat er brieven komen. Want die fan die daar staat, deze jongen die heeft de spanning opgevoerd. Het is hier en daar een tikkie te soft misschien. Het moet niet te uitgekookt, te lief worden. Het, wat mij betreft kan het slotstuk nog iets feller, maar er gebeurt iets. En voor de rest wil ik echt zeggen, als ik filmproducer was, zou ik deze fan casten voor een of andere rol, want hij heeft een hele goede kop. En ik blijf toch zeggen, Elvis is terug, hij is opgestaan, een jonge uitgave. Dankjewel, nou, zo mooi hoor. Barry Stevens. Ik had alleen gedacht, misschien had je die witte pak wel aan moeten trekken in de winkel. Dat laat ik in midden, om als een hommage aan Elvis Presley. Ja. Maar de pak heeft hij niet nodig, want de talent heeft hij. Dat is echt fantastisch. Dankjewel. Ik zie Sander ook een beetje wippen op de stoel. Wil je wat zeggen? Ja, we hebben het nog niet over zijn stem gehad. Ik vind zijn stem heel erg veel lijken op die van Elvis. Maar daarnaast, het is, want je had het over dat pak, hè? Ja. Dat is meer Elvis in zijn nadagen, dat andere pak wat hij dus heeft laten hangen. Ja. Want ik vind dit een Elvis in zijn jonge periode. Ja, en daar wil ik nog wat aan toevoegen. Want Elvis in zijn jonge jaren, hè, toen hij ook met die films begon en zo, had hij iets charmants onhandig. Ja, weet je, van een beetje, waardoor hij juist zo ontzettend het grote publiek en vooral de vrouwen, jong en oud, aansprak. En dat heeft hij ook, vind ik. Heeft hij ook? Ja, natuurlijk. Hey, dankjewel. Elvis Presley. Wat erg tegenviel is dat er in die jury geen ruzie geweest is. Zo. Heel betreurenswaardig. Barry Stevens heeft goede moed voor de komende uitzendingen, dat wij nog elkaar in de haren vliegen. Maar het is nu niet gebeurd. En ik heb het genoegen je hier bij de uitslag te overhandigen. Dankjewel, Jacques D'Ancona. Tot volgende week, hè? Oké. Zo. En, dames en heren, op de eerste plaats is geëindigd... Are you lonely? Elvis Presley. Jongen van 17 jaar. Je hebt dat werkelijk fantastisch gedaan. Dat geldt voor alle kandidaten, maar reactie? Oh, ja, verbluffend. Machtig was het. Oké, jij bedankt voor je komst. Ga staan met je plekje. Dames en heren. Volgende week zijn we er weer. Hè? 7:50 kijken met de derde uitzending. We gaan afscheid nemen met Reach Out and Touch. Jongens, kom ik even tussen staan. Hé, hey, doen we het? Daar komt hij aan. Geef elkaar een hand. De Caro laat je niet los, hè? Dat weet je. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. Elvis. Reach